Welkom deze week bij een Photoshop tutorial. We gaan het deze week hebben hoe we Photoshop kunnen omzetten van een Engelstalige naar een Nederlandstalige Photoshop of omgekeerd. Soms is het eenvoudiger om tutorials op het internet te vinden die in het Engels zijn. Dus wat kunnen we daar eigenlijk voor doen is onze Photoshop omzetten naar het Engels of het kan ook in de andere richting. Als je al een Engelstalige Photoshop versie hebt, kunnen we deze gewoon in het Nederlands zetten. Dus we gaan eraan beginnen. Openen Photoshop, in dit geval Photoshop 2017. Dus als ik Photoshop 2017 ga openen, kan je zien dat deze momenteel in het Engels staat. Dus volledig in het Engels. Maar ik wil die niet in het Engels, ik wil die namelijk in het Nederlands. Dus ik kan rechtsonder naast de klok klikken op het icoontje. Dit is voor een PC. Dus ik klik op dit icoontje en dan kan ik naar het icoontje van de Creative Cloud gaan. Ik klik daarop, gaat Creative Cloud open. En dan heb je hier het tandwiel. Als je daarop klikt, kan je naar preferences of voorkeuren in het Nederlands gaan. En hier bij Creative Cloud kan je bij de app language de taal kiezen die je wenst dat je app, dus Photoshop in dit geval, of eender welke Adobe variant die je in een andere taal wil, kan je hier dus gewoon kiezen. Dus we klikken hier op de app language en in dit geval heb ik al Nederlands geïnstalleerd gehad, dus je scrolt gewoon naar beneden, je klikt Nederlands aan. Heb je dit gedaan of de taal die je wenst uiteraard, klik je op het pijltje terug naar links. Ga je naar de apps tab en daarin kan je eigenlijk dan zien dat er hier Photoshop gaat bijkomen in de taal dat je dat wenst te installeren. Dus dan klik je gewoon op installeren en dan gaat hij die dus aanpassen en in het Nederlands zetten of in het Engels, afhankelijk welke taal je gekozen hebt. Als dit gedaan is, dus de installatie is gedaan, uiteraard moet Photoshop daarvoor dicht zijn. Klik je gewoon op het kruisje. Dan start je Photoshop opnieuw op. Dus Photoshop. En dan ga je naar Edit. Preferences. General. En in General heb je je interface. Hierin, bij de UI language, dus de User Interface Language, kan je veranderen tussen Engels of Nederlands. Dus als je Nederlands geïnstalleerd hebt, kan je hier nu gewoon Nederlands selecteren. Dus we klikken op Nederlands of Dutch en klik je op OK. Nu, die wijzigingen gebeuren niet direct. Dus we moeten Photoshop terug dicht doen. En als we dan een volgende keer Photoshop openen, ga je zien dat hier al het laadscherm volledig in het Nederlands is. En de icoontjes bovenaan of de taakbalk is veranderd naar het Nederlands. Dus vrij eenvoudig. Dus zo kan je eender welke taal gewoon aanpassen in Photoshop. En kan je dat dus constant heen en weer wisselen. Mocht het zijn dat je tutorials in het Engels vindt en je hebt moeite met het omzetten van de termen van Engels naar Nederlands, kan je op deze manier vrij eenvoudig je Photoshop omzetten naar Engels. De tutorial volgen en vervolgens eventueel kijken waar het juist zit en het gewoon terug in het Nederlands zetten. Zo, dit was het voor deze week. En heb je vragen? Nogmaals, laat het ons weten. Abonneer je op dit kanaal en dan zien we elkaar graag terug een volgende keer. Ciao, ciao!